Stel, je wilt met fotografie beginnen en bent op zoek naar je eerste fototoestel. En ondanks mijn advies om met een analoge camera te beginnen als eerste toestel, wil je toch kost wat kost digitaal, dan zijn er de volgende opties. Je kan opnieuw de goedkopere optie of de duurdere optie verkiezen. De goedkopere optie, dat is deze. Daarvoor betaal je rond de 300 voor de body en 200 voor de lenzen, samen 500 euro. Het grootste nadeel aan deze combinatie, wel heel specifiek dit model, dat is een Nikon D3000. Tegenwoordig koop je de D3200 voor die 500 euro met deze lens. En deze lens is een Nikon DX35 1.8G lens. Wat een standaard lens is. Naast de D3200 kun je ook de D3300 kopen. Die is iets recenter, maar ook weer iets duurder. Nu op zich, tenzij je naar heel specifieke features op zoek bent, zoals denk maar video of iets anders wat of meer megapixels wat de D3300 waarschijnlijk heeft tegenover de D3200. Dan zou ik voor de D3200 gaan, puur omwille van de prijs. Het voornaamste kenmerk van deze toestel, je hebt ook de D5000 serie. En APS-C is wat Nikon DX noemt. Dus APS-C is het formaat van uw sensor. En dat betekent eigenlijk dat uw sensor net iets kleiner is dan een 35mm kleinbeeldfilm. Bij Nikon is dat het DX-formaat. Sensorformaat hier FX bij Nikon betekent dat de sensor even groot is als een kleinbeeldfilm. Nu, dat maakt ook dat dit toestel veel compacter is dan dit toestel, juist omdat die sensor compacter is. Want als je koste wat kost een FX camera wilt, dus waarbij dat de sensor even groot is als een klein beeldfilm, dus 35mm, dan betaal je al snel, deze kost 1000 euro meer dan deze combinatie. En dan heb ik nog geen lens als body alleen. Die staat ook vol met opties. Die heeft bijvoorbeeld twee wieltjes, hier een instelwieltje en hier een instelwieltje, waardoor het sneller mogelijk is om zowel diafragma, vooraan als sluitertijd aan te passen in manuele modus. Bij deze camera heb je enkel achteraan een wieltje. En afhankelijk van de opnamestand is deze enkel sluitertijd of enkel diafragma. En dan met deze knop in te drukken terwijl je aan het wieltje draait, wissel je tussen een van de twee. Van lenzen, belangrijk is, hier spraken we van de Nikon DX lens. Dus die lens die is geoptimaliseerd voor de kleinere beeldsensor. Dat betekent als ik deze lens op deze fototoestel zou aansluiten, dat ik dan niet mijn volledige sensor kan bereiken, dat het licht, dat ik donkere hoeken krijg in beeld. Een ander verschil wat van belang is bij de keuze van lenzen tussen deze camera en deze camera, is dat voor deze camera er geen scherpstelmotor in de body verwerkt is. Dat maakt dat de body kleiner kan geproduceerd worden of gemaakt worden. Maar als ik hier dan kijk, dan zie ik nergens een aandrijving voor focus, autofocus op de lens zelf. Op deze lens hoeft dit niet, want deze lens heeft een motor ingebouwd. De SWM motor, silent wave motor, die rond de lens zelf zit. En via de contacten wordt die vervolgens aangestuurd. Sowieso, dit is een DX lens. Deze FX lens heeft geen motor ingebouwd in de lens zelf. Dus die kun je manueel focussen. Of, en dan zie je hier een schroefje dat als je focust mooi ronddraait. Maar om dat schroefje aan te drijven is er een motor nodig in de body. Dat is hier wel in verwerkt en dan zie je hier een klein schroevendraaiertje die die schroef aandrijft. Gebruik ik echter deze lens op deze camera, dan ontbreekt die scherpstelmotor, dan kan ik enkel manueel focussen. Anders dan dat is die lens wel perfect bruikbaar op die camera. En juist omdat autofocus voor veel onderwerpen absoluut niet noodzakelijk is, en die lens
veel meer doorzoomingmogelijkheden biedt dan dergelijke DX-lenzen, zou ik toch aanraden om naast deze DX-lens, dus deze zou ik wel kopen, ook al is het een DX-lens, puur omwille van de kwaliteit-prijsverhouding. Maar als je daarna nog lenzen koopt, dan zou ik kijken voor de lenzen die ook geschikt zijn voor full frame.